Vermogende families zijn dik gezaaid in België en daarom zijn er meer en meer financiële spelers die zich opwerpen als een private bank. Maar iets minder dik gezaaid zijn de family offices die nog een stapje verder gaan. Bank De Groof Peterkam die is er net mee aan de slag gegaan en we gaan vragen aan Thomas Peterstraze waarom dat zo is. Maar misschien moeten we eerst scherp krijgen, wat is nu het verschil tussen een vermogensbeheerder, een private bank en een family office? Dank u, mevrouw. De twee grootste verschillen zijn als volgt. Als family office gaan wij kijken naar het volledige vermogen van een privépersoon, een familie, een ondernemer. Volledige vermogen wil zeggen de klassieke beleggingsportefeuille, wil zeggen private equity, wil ook zeggen vastgoed, wil ook zeggen een wijncollectie, wil ook zeggen kunst. Een heleboel composanten van het vermogen. We gaan ze allemaal groeperen en bekijken. Een tweede verschil is het feit dat wij andere diensten aanleveren. Private banker zal het beheer doen en zal de asset allocation doen. En wij gaan daar verder mee. Wij gaan kijken van wat is cash management, hoe gaan we dat doen. We gaan kijken naar een familiale opvolging. We gaan kijken naar een eventueel aandeelhoudersconflict. Ja. Zo gaan we verder dan de private banker. Een holistische benadering dus. Absoluut. Vanaf hoeveel vermogen is het zinvol om bij u te komen? Wel mevrouw, het gaat in feite eerder niet over het bedrag, maar het gaat eerder over het feit, is het patrimonium ingewikkeld of niet? In functie daarvan zal er meer nood of minder nood zijn aan de tussenkomst van een family office. Ja, maar we spreken over minstens een aantal tientallen miljoenen. Hè? Ik denk dat het inderdaad vanaf een zekere grote grens, hoge grens, nodig zal zijn. Ja. En complexiteit, wat bedoelt u daar precies mee? Wel, we merken vandaag dat de vermogende families geconfronteerd worden met een patrimonium dat meer en meer complex is, zijnde men gaat meer en meer internationaal. Men heeft verschillende klassen van activa in het vermogen zitten. Ze zitten in meer ondernemingen dan in één onderneming, in verschillende ondernemingen in het buitenland. Er is een grote vraag naar hoe gaan we de successie regelen over de generaties heen. Dat zijn zeer complexe zaken die een gespecialiseerd advies en begeleiding nodig hebben. Ja. Ziet u de vermogende families toenemen? Absoluut, mevrouw. We zien de vermogende families toenemen. Er is een hele generatie vandaag, zijn de bedrijfsleiders die naar een cashmoment aan het gaan zijn, die op een bepaald ogenblik gaan verkopen. Oké. Wat zoeken die mensen? Wat is hun voornaamste vraag? De vragen hangen een beetje af in functie van de familiale situatie. Er zijn heel veel mensen die een beetje rust zoeken naar de toekomst. Die zeggen van kijk, ik heb dit als doel over bijvoorbeeld 20 jaar of over de komende 3 generaties. En wij gaan als family office van Bank De Groof Peterkam gaan proberen het investeringsprofiel te bepalen en dan de producten te vinden. Niet denken bij Bank De Groof Peterkam, maar ook bij onze collega's die ons gaan toelaten om de doelen die die familie, persoon of ondernemer heeft gesteld te bereiken. Er zijn heel wat family offices. Heeft u een idee van het landschap? Want er zijn een aantal bekende namen, zoals Coris bijvoorbeeld. Absoluut. Dat is dan eigenlijk alleen voor de familie Coruit. Maar er zit heel veel onder de radar, lijkt het zo. Ja, discretie is natuurlijk een essentieel element van een family office. Er zijn ook geen lijsten van hoeveel family offices zijn er. Er zijn een aantal spelers, een aantal heel grote spelers die in de UK zitten, in Zwitserland, in Amerika. En er zijn in België ook een aantal belangrijke spelers en we hopen dat we daar één van zijn. Ja, en dan klanten afsnoepen? Nee mevrouw, we gaan uit van onze eigen sterkte. Ja, oké, goed. Hartelijk dank voor dit gesprek, Thomas Peterstraze. Dank u wel mevrouw. Dames en heren, tot morgen.